Organist is klaar. Iedereen klaar? De eerste kandidaat is Gieltje. Ze komen op en af. Applaus, alsjeblieft. La santé la parisienne, leur petit nez, leur chapeau. On a chanté les madrilènes qui vont aux arènes voir le torero. On prétend que les norvégiennes, filles du Nord, ont le sang chaud. Et bien que les américaines soient les souveraines du monde nouveau, on oublie tout. Sous le soleil de Mexico, on devient faux, au son des rythmes tropicaux. Le seul désir qui vous entraîne, dès qu'on a quitté le bateau, c'est de goûter une semaine à l'aventure mexicaine au soleil de Mexico. Mexico, Mexico. Mexico, Mexico. Je porte ton talent qui est joli. Et tu seras toujours le paradis de cœur et de l'amour. Mexico, Mexico. Bravo, bravo, bravo. Mexico, Mexico. Que ton soleil qui chante rit, et ton corps pour guetter le bonheur de jour. Mexico, Mexico. L'amour et de l'amour. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Mexico, Mexico. Ce sont les soleils qui chantent et rient. Et laisse paraître tout au côté de chaque jour. Mexico, Mexico. Ces femmes sont ardentes et le temps se coupe d'amour et de glamour. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Dan eens even kijken naar de punten die toegekend zijn aan Gieltje. En Gieltje krijgt er 45 punten bij van de jury. Dat betekent dat zij op 291 punten komt. En dan ex aequo, op welke manier dan ook, ik weet het niet, komen dus Luc en Sylvie telkens met 44 punten van Mexico terecht. En dat betekent voor Luc dat dat 297 punten meebrengt. 297. En dan Sylvie is voorlopig een beetje onklopbaar met haar 318 punten. Oh, dank u. De laatste proef is een weetproef. Rico Zorro speelt voor ons een medley van 10 nummers. De kandidaten gaan proberen die 10 nummers te raden, op te schrijven op het moment dat de muziek weer klinkt. Mag ik ook vragen aan de lichtmensen dat zij het licht een beetje dempen en concentreren op deze 3 stoelen. De laatste minuten gaan in. Muziek.
Dus inderdaad kijken waar de punten zitten, want het is zo spannend geweest. Gieltje gaf 5 goede antwoorden. Voor de quiz van muziek gaf Luc 7 goede antwoorden. En Sylvie gaf 6 goede antwoorden. Dat betekent dat niet alleen de kaartenmensen daar een heel groot woord in te zeggen gehad hebben. We gaan nog eens even duidelijk stellen. Dit is het einde van de quiz. Nu worden de kaartenhuisjes erbij geteld. De kaartenhuisjes, die waren dus voor Gieltje 34. En dan komt er een som van 350 punten. De 35 centimeter van Sylvie maken dat haar som komt op 383 punten. En ja, diegenen die op Luc gevokt hebben, waren het dichtste bij de waarheid, want hij kreeg 54 centimeter met zijn broer, 386. Mooi zo. 3 punten verschil. Ja, zo gaat dat. Gelukkige winnaars. De prijzen, geschonken door de Centrale voor Glasgroenten, uiteraard de groenten. De reis van Intersol daar straks, de reis naar Londen, Intersol in de Boucheriestraat. Appels Electro cadeau, die gaat de koelkast schenken. Pietoors uit Duffel gaat een zwart-wit televisie schenken. En Eglantier een Onkyo tuner versterker. En dat is allemaal voor de Luc. Als Frank nu 40 centimeter meer gaat, dan hadden die gewonnen natuurlijk. Ja, manneke. Ja. Zo gaat dat in het leven. Zijn he? Schuld, gevaarlijk. Hè? Dat was niet lang genoeg, hè? Ja. Applaus voor de koelkast. Voor Luc. En het is er geen Van Vermeer thuis, dus er zit een motor in. Ja, en je mag er onmiddellijk in kruipen. Dan is er nog de tuner-versterker. En de sleutels en... De tuner-versterker die van Engeland hier komt. De Onkyo tuner-versterker. Die staat er ook, neem ik aan. Waar is die? Die komt, daar is hij. De zwart-wit televisie en de Onkyo tuner-versterker. Kom er maar mee op. Laat ze niet vallen. Laat ze niet uit uw handen glippen, Luc. Applaus voor deze prijzen. En ook voor de mensen die ze geschonken hebben. Ja, en dan moeten wij nog platen uitdelen. Wij moeten ook de jury nog in de bloemen zetten. Wij moeten de orgelist nog in de bloemen zetten. Het werd tijd, hè? Het werd tijd. Zeg, Luc. Heb je de omslag? Alleen van nu? Ik weet niet. Jij hebt al een zwart-wit televisie? Ik heb een oude kleuren tv. En nou komt die op de slaapkamer? Nee, ik schenk dus de tv aan mijn broer. Dat is ook goed. Ah, dat was jouw helper. Oké, dat is mooi. En dan heb jij had al een radio. Ja, maar ik had dolgraag een sterinstallatie gehad. Je kan er wel eens een pick-up bij kopen, hè. Een draaitafel. Dus ik ben dolgelukkig. Moe maar tevreden zal je straks huiswaarts keren. Goed. En de koelkast? Ik neem aan dat jij een koelkast had. Ja, maar dat was een oude. Die had hem ook nodig. Dus we zijn nog maar een jaar getrouwd. Een jaar en een bedje. En we konden dus wel een nieuwe koelkast gebruiken. Gewoon fantastisch. Oké, dat allemaal dankzij Radio Carina's Muziekster. De juryleden dan. Graag uw applaus voor Connie Neefs, Mark Uiterhoeven, Eddie Verkamme, Zaak Vermeijden en Barend van Lint. En dan zijn er natuurlijk ook nog bloemen voor de organist Rico Zorro. De twee missen krijgen ook nog bloemen. De twee missen. Nancy en Marianne. Oh ja, Nancy en Marianne komen er even bij. Ja. Kom, ieder langs één kant. Dan sta ik een beetje in evenwicht. Hè? Ja, want het is sowieso iets anders. Hè? De televisie heeft daar moeilijkheden mee. Weet u wel, want ik kom maar tot hier in beeld. Ja. Dat hebben ze mooi gedaan. Was het moeilijk, Marianne? Nee, helemaal niet. Het was gemakkelijk. Ik bedank ook nog, terwijl de missen bloemen krijgen. Ik bedank ook nog alle mensen. Ik denk, Wip, Els,
Eddy, Karin, enfin iedereen die meegewerkt heeft, dat zijn er een heleboel. Ik dank ze allemaal, omdat ze zo hard hun best hebben gedaan. We zijn bijna binnen de tijd geëindigd. Ik dank u ook, lieve dames en heren. U was een heel fijn publiek, dat zegt men altijd, maar dat is ook zo. Bedankt en misschien wel tot volgend jaar. Dag. Wij danken ook nog Jan van Langendonk voor de prachtige presentatie van onze eerste muziekcd zaal. Dank u wel, Jan. Nog een oproep, gelieve iedereen zijn pinten zelf uit te wassen. Dank u. Dit is Radio Carina.